Yo, ik ben Rick en welkom terug bij City Skylines. Man, oh man. Wat heb ik toch het gevoel dat wij een goed weekend achter de rug hebben, zeg. Dus maandag, of nee, niet maandag, vrijdag zijn we begonnen met de City Skylines aflevering uiteraard. En we hebben goede dingen gedaan. Het was een goede aflevering. We hebben goede, belangrijke dingen, intersecties en bladibla, daar gaan we zo naar kijken, maar... ik bedoel, we hebben nog een paar dingen erbij staan. Maar ja, gewoon wel lekkere dingen gedaan. Terwijl we s'avonds hadden de livestream. En dat ging ook lekker. Helemaal lekker. Wauw, ik zeg heel veel dezelfde dingen. Moet ik het misschien niet doen, maar goed. Ja, het was. Ik heb het erg naar mijn zin gehad tijdens de livestream. En ja, ik hoop jullie ook. Daar heb ik meer over gepraat in mijn richting Minecraft aflevering. Alleen die is... eigenlijk 2 minuten geleden, ja precies 2 minuten geleden is die live gegaan voor mij, momenteel. Dus voor mij dus nog zaterdag. Dus dat. Dus ja, ik heb nog niet echt fantastisch veel feedback van jullie gekregen, behalve dan hetgene van tijdens de livestream zelf. En daar kreeg ik de indruk van dat jullie het wel gewoon naar je zin gehad hebben, dus dat is, ja dat is fijn. Kan ik wel waarderen. En, kijk hoor. Feed the Beast zojuist gemaakt. Die is momenteel aan het uploaden. En ja, ging ook wel prima naar mijn idee. Ook leuke dingen gedaan. Dus ja. Goed weekend. En gewoon druk geweest. Ikzelf persoonlijk. Met ook nog een paar andere dingen. Ja, het was gewoon een al gek. En het is echt zo druk hier. Ik weet niet of wat we zojuist gedaan hebben een goede zet was. Maar we zullen het zien. Ja, ik weet het niet. Even kijken. Oh, al die verkeerslichten staan nu weer sowieso. Ah, dat is het. Oké, dan moeten we ze even uitzetten dus. Oh, maar goed. Ja, vandaag. Vandaag hebben wij weer vette dingen te doen. Oh, oeps. En een hele hoop ervan ook. Dus ja, laten we beginnen met het nieuwe. Oh, een vliegtuig daar. Ga eens, waarom staat die weg-upgrade daar? Oké. Ja, dit is hetgene wat we bijgebouwd hebben. Dus vanaf het kruispunt af heb ik hier zeg maar een tweede rotonde gebouwd. En hier zo hebben we dus de industrie. Altijd handig. En hier hebben we wat woonplekken. Ook altijd handig. Die hebben we natuurlijk de vorige keer geplaatst. De industrie, ja, heb ik meteen geprobeerd ervoor te zorgen dat ze zo hoog mogelijk zijn. Dus we hebben een bus, we hebben een metro hier. We hebben alle services hebben we hier. Oh, zoals je kan zien, nou ja, zoals ik je nu aan het laten zien ben eigenlijk. Educatie reikt tot hier. Dus ja, weet je, het is allemaal fijn en aardig. We hebben nog niet alles, we moeten nog een paar dingen hebben. Zo wil ik bijvoorbeeld een cargo train hier zo laten stoppen. Die we gaan verbinden met een cargo terminal die we hier zo neer gaan zetten. Weet je wel, cargo terminal, dat is nieuw in de DLC. Cargo hub bedoel ik. Dat is een boot en een treinlijn in één. Als je daarmee snapt wat ik bedoel. Je kan er een treinlijn in zetten. Tenminste, je kan er een trein doorheen laten rijden. Dus ja, alle cargo spullen die via je boot komen, die kunnen dus daar komen. En die gaan dan per trein verder. Of per auto als je dat hebt aangesloten uiteraard. Goed, ja. Een beetje voor mensen tekort. Dan sloop ik ze. En dan gaan de mensen die dan geen baan hebben, die gaan naar de overige toe. En dan, ja, dan zullen de anderen wel weer opbouwen. En die komen wel weer terug. Maar goed. Ja, weet je, we zouden het kunnen doen. We moeten hier nog een treinlijn naartoe hebben. En we moeten allemaal dit nog volbouwen. Een treinlijn vanuit hier bedoel ik dan. Hè? Dus dat is nog wel een eentje. Maar... ik heb iets vrijgespeeld. De Hadron Collider. Yo, wat is dit? Ja, geen idee. Dus ik heb even op zitten zoeken. En je hebt daar een tekstje. Hadron Collider is place of science. Serious research. Bladibla. Education. Bladibla. City. Bladibla. Dus hier. Tweede zin. A city with Hadron Collider does not need to worry about education. Wat het betekent dat we alle scholen weg kunnen halen. Wat? Ja, precies. Dus ik heb een beetje het gevoel, nou ja, ik bedoel, als we gaan kijken naar de scholen, ik bedoel, dat is al een groot deel van onze kosten ook. Dus dat zou schelen.
Kijk, hoeveel zijn we kwijt in educatie? 24.000. Dat is een hoop. En ik bedoel, als we dan alleen maar deze hier neer hoeven te zetten, is 9.000. Dat scheelt toch ruim de helft. Maar ik heb het gevoel dat alle mensen dan opeens daar naartoe moeten. Dus het is misschien handig als we het in een plek neerzetten waar wat goed bereikbaar is. Zoals naast het Centraal Station. Hey, dat is handig. Dus dat gaan wij doen. En toen zat ik te bedenken, oké, waar gaan we dan neerzetten, weet je wel? Hier hebben we commercial, hier hebben we commercial. Oké, nou, dan zetten we hem bijvoorbeeld hier zo neer. Oh nee, daar staan allemaal mensen. Zullen we hier neerzetten? Nee, dan zitten we op een afgrond. Dat werkt niet echt. Waar gaan we hem neerzetten? Dus ik heb even zitten nadenken. Ik denk dat, dat we hem gewoon hier zo neer gaan zetten. We zitten hier naast de metro. Wat een beetje de metro-hub is van dit gedeelte. Zoals je kan zien. De bus is op zich ook niet zo ver vandaan. En het zit gewoon naast de trein. Dus dat is super handig. En ja. Hoppa. We raken een paar van die huisjes kwijt. Maar ik denk dat we het wel kunnen leiden. Zo. En dan is iedereen opeens blij. Echt iedereen. Oh, nou ja, het gaat maar tot zover. Maar goed. Take care of your education needs. Oké. Dus dit betekent dat we 1 miljoen studenten kwijt kunnen overal. Wow. En mensen gaan opeens allemaal upgraden. Oké, dat is fijn. Dan gaan we al deze dingen gaan wij neerhalen. Nee, niemand vindt het erg dat hij weg is. Kijk, dat is beter. Dus jij gaat weg. En jij gaat weg. Even kijken, daar is er nog eentje. Jij gaat weg. En de basisscholen. Kijk, jij kan opzouten. En jij kan opzouten. Het gaat gewoon heel veel in kosten schelen. En laten we in ieder geval eens beginnen met het weghalen van alle educatie... gebouwen in dit gedeelte. En dan zullen we eens even kijken hoe dat loopt. En of dat allemaal goed gaat. Nee, iedereen is wel aan het upgraden allemaal. Dus neem aan dat het wel gewoon prima gaat. Even kijken hoor. Ja, laten we gewoon de rest ook maar gewoon slopen. Zo. Zo. Dus dat is vet. Ik wist echt helemaal niet dat een ding was. Dus we moeten denk ik een ietsjes dichter op die monumenten letten. Want ik bedoel, als het dit soort dingen voor je stad doet. Ja, ik bedoel, hoe episch is dat? Kan je echt gewoon chille dingen mee doen. Hoppa, jij weg. En jij weg. Ho. Langzamerhand zijn we al die scholen aan het slopen. En dat zal dan erg veel schelen in die kosten, zoals ik al zei. Hoppa, jij kan weg. Daar hebben we een paar problemen nog. Maar dat gaat vast wel goed komen. Dus even kijken daar. En that's it. Oké. Oh ja, hier zijn ze natuurlijk allemaal aan het upgraden. Ook. Nou ja, het zal wel. Middelbare scholen. We hebben ze eerst alle basisscholen weggehaald. Nou moeten alle middelbare scholen nog. En daar. En daar. En tegen de tijd dat we hier dan een beetje mee klaar zijn. Dan kunnen we eens even kijken hoe het openbaar vervoer veranderd is. Eens even kijken. Daar. Volgens mij waren dat ze allemaal. 12 uur. Volgens mij niet trouwens. Of wel. 1 miljoen. 1 miljoen. Oké, dat is het wel. Oké, dat is prima. Wow, waarom hebben we stroomtekort? Pauze. Dat is niet goed. Oké. Laten we dat dan even zo maar doen dan. En even kijken, er zijn waarschijnlijk dan een aantal verbindingen niet helemaal goed gegaan. Oh, kijk. Daar. Zo. Het goed is, zou nou iedereen weer stroom moeten krijgen. Ja, kijk eens aan. Oké, dat is goed. Dat is very goed. We hebben hier nog een universiteit. Die universiteiten die waren echt duur. Dus dat scheelt echt dat we die niet meer hoeven neer te zetten. Zo. En dan hebben we jou daar. En hebben we hier ook nog eentje. Ja. Zo. Nou is iedereen opeens een stuk slimmer. Goh, wat fijn. Wow. Hedron Collider. 14.000. Oh, dat is iets meer dan ik verwacht had. Maar goed. Maakt helemaal niet uit. Ping, 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 ping. Lekker geluidje altijd. Oh man. Oké.
Dat is goed. Laten we eens even verder kijken naar de monumenten. Dus we hebben hier een medical center. Oké, dus dit is goed voor je medische sector. Dat scheelt dan weer, hoef je daar minder zorg aan te besteden. Kathedraal of Plentitude. Oké, deze zorgt ervoor dat je stad meer waard wordt. Dat is altijd fijn. Space Elevator, dat is zeg maar een soort van hetzelfde als een vliegveld ofzo. Dat zorgt ervoor dat je meer mensen je stad in krijgt. Ook altijd lekker. En de Fusion Power Plant, nou ja, zorgt er weer voor stroom. 16.000 megawatt. Wow. Ja, dan heb je ook wel genoeg stroom. Banentekort. Wow. Dat valt opeens op. Laten we daar eens even wat aan gaan doen. Hotja. Zo. En dan deze kant op. Zo, hier kunnen we wel wat industrie kwijt, denk ik. Zo, en daar. Hotza vlots. Oké, als we dan dit allemaal gewoon even lekker industrie maken. En jij ook. Wat heb jij nou weer? Not enough buyers. Dat kan niet kloppen. Zo, verkeerslicht uit, verkeerslicht uit. En verkeerslicht uit. Die ook uit. En jij weg. Oh, dan kan ik dat weer opnieuw doen. Lekker. Dus even kijken. Dan maken wij hier ook even een busstopje. Zo, dat vinden de mensen weer leuk. Dan krijgen ze weer hogere land value. Ik wou eigenlijk hand value zeggen. Dat is het toch ook niet helemaal. Zo, even ervoor zorgen dat ze water hebben. Kijk eens aan. Kijk eens aan. We gaan lekker, jongens. Ik ben zeer tevreden over hoe deze stad gaat eigenlijk. Ik weet niet hoe jullie daarin zitten, maar... Ja, ik denk dat we erg trots kunnen zijn op hetgene wat wij hier hebben. Zo. Hoort je vlots. Ja, wat gaan wij hier aan doen? Ik zat eraan te denken om dan hier, zeg maar, die Space Elevator ook neer te zetten. Misschien niet, want ik bedoel, we hebben ook al deze... De extra trein. Oh, heb ik dat laten zien? Nee. Ik heb hier een extra treinstation gemaakt, weet je wel. Zo eentje die in de grond zit. En die zorgt ervoor dat we mensen via trein uit andere steden krijgen. Dus stel je komt met het trein uit de andere stad, dan kom jij hier zo terecht. En dan zou je hier moeten overstappen van dit station naar dit station. Maar ja, ik bedoel, daar hadden we natuurlijk een beetje problemen mee. Want ik had zo'n station neergezet en er kwam geen trein. Maar nu komen er wel treinen. Je kan zien dat er eentje onderweg is. Aangezien er allemaal mensen hier zo staan. Dus eens even kijken of we hem kunnen spotten. Nee. Maar goed, dat is helemaal prima. En het hotel dat werkt oké. En ja, het gaat allemaal wel gewoon lekker. Dat scheelt een hoop. Het scheelt een hoop geld, joh, zeg. Kijk hoor, educatie, 17.000. We zijn nog steeds een heleboel kwijt aan educatie. Eens even kijken. Valt het ding dan misschien niet onder de educatie? 17.000, we hebben hier nog een school. Wat is dat, een universiteit? Ik weet het niet. Even kijken hoor. Basisschool hebben we 1 miljoen. Middelbare school hebben we 1 miljoen. En universiteit hebben we 1 miljoen. Oké. Wat zitten we nu qua educatie? 16.000. 17.000. Hoeveel zit dit? 14.000. Ik zou het je niet kunnen vertellen. Waar gaat dat geld heen? I have no clue. Geen idee. Nou ja, het zal wel. Ik bedoel, we staan lekker in de plus. 50.000! Wow. Verdienen we dat geld snel terug, joh. Deze dingen zijn duur. Hier, 800.000. Nou, dat valt dan wel mee. Maar hier, welke stuur? Deze, 1,5 miljoen. Of deze, 1 miljoen. Door die dingen zijn niet goedkoop. Dus ik ben wel blij dat we het nu lekker terugverdienen. Oh, en nog meer de upgrades. Wat ben ik blij dat we dat ding neergezet hebben, zeg. Goh. Allemaal 5? Wow. Moet je dit zien? Nee, niet allemaal 5. Wel bijna allemaal. Dus even kijken hoor, ik heb hier een ding van gemaakt. Wow, bijna deze hele zone die is gewoon
maxed out. Dat is echt episch. Dat heb ik er nog nooit gehad. Nou ja. Dat is dus goed. Dat is very goed. Dan zijn jullie weer te high class om in de fabriek te werken, zeker. Stelletje fuckers. Nee. We hebben wel genoeg mensen, geloof ik. Maar goed, het staat wel handig om de industrie bij het rand van je stad te hebben. Want dat zorgt er dan voor dat je, zeg maar, het meeste verkeer hoeft dan niet helemaal midden in de stad te komen. Dat scheelt gewoon enorm, want de trucks die nou, zeg maar, rauwe materialen moeten leveren, die komen hier vandaan, of ergens anders vandaan, maar laten we vanuit gaan dat ze hier vandaan komen. Nu gaan die hier zo af, die brengen het en die gaan dan weer terug. Dus die hoeven, zeg maar, helemaal nooit hier zo doorheen of zo. Dat scheelt echt enorm qua verkeer. En hier rijden nog wel mensen. Oké, dat is goed. Dit ziet er ook echt awkward uit. Maar goed, het werkt wel. Dus dat is fijn. Ik ben benieuwd hoe we zitten qua wekelijkse inkomen overdag. Trouwens, deze weg hier zo heb ik geüpgraded van een normale weg naar zo'n highway. Dit is van zo'n mod. En National Highway. En dat is eigenlijk gewoon zo'n weg. Alleen deze heeft speed 40. En deze heeft speed 100. Dus dat gaat zeg maar 2,5 keer zo snel. En dat is handig, want het is nogal een lange weg. Dus ja, weet je, toen we problemen hadden met te weinig goederen of zo, dat is dan iets wat het helpt. De trucks kunnen dan sneller over de weg heen. Dus dat is fijn. En ja, de trucks gebruiken we het ook om, zeg maar, vanuit daar bijvoorbeeld hier te komen. Of dan kunnen ze hier de snelweg weer op. Dit kruispunt heb ik ook een beetje gemodificeerd. Zoveel gedaan. Ja, ik heb deze zijkant hier zo, heb ik 3 breed gemaakt in plaats van 1 breed. Het was erg druk. Hier moet je zien hoeveel auto's er doorheen gaan bijvoorbeeld. En dat dan allemaal op 1 baan. Je hebt van deze vlagen, dus het was erg druk. Dus ik heb het gemaakt zodat het 3 breed zou zijn. Ik moest het een beetje modificeren. Nou, eigenlijk wil ik deze hier zo ook nog 3 baans maken. En dan vanaf hier dat het dan 5 breed is, of 6 breed is. Denk ik dat de beste keuze is. Maar ik bedoel, dat zien we dan tegen de tijd wel. Dus ik kan zien, hier is de 5 breed en dat werkt allemaal prima. Dit hier zo werkt ook verrassend goed. Wat mij opviel. En ik snap wel waarom het goed werkt. Maar ja, daar gaan we niet over in detail, want dat is niet zo interessant. Eens even kijken. We hebben nog steeds een demand voor banen. Nou, dan gaan we nog even wat. Dan gaan we nog wat fabrieken erbij bouwen. Zo. Ah, dat is goed, want nou, zeg maar, alle mensen, alle normale residencehuizen, zeg maar, upgraden. Dus dan krijgen we meer mensen, passen daarin. Maar deze industrie, die upgrade ook. Dus dat betekent dat, ja, mensen er eerder gaan werken. Omdat de werkomgevingen en zo, die zijn gewoon veel beter. Dus daar, dat is wel goed. Ja, hier, volledig geüpgrade hier zo. Super chill. Even kijken, wat is het gemiddelde? Ja, hier, 2,5. Dat is goed. Dat is echt goed. Dat hadden we eerst nog niet. Dus dat moet je nagaan, hè. Ik bedoel, het is nog een investering. Maar we hebben het nou al terugverdiend. 88 wekelijks balans voor jou. Oké, dit is echt. Nou kan mijn weekend helemaal niet meer stuk. Oh shit. Het is echt. We gaan echt goed nu. Wij kunnen zeer trots zijn op deze stad. Ben ik zo van mening. Ja. Nou, helemaal. Als dan gewoon de rest ook nog gewoon prima gaat. Dat gaat goed en ja joh, echt. Och. Ik ben opeens in zo'n goede stemming en alleen maar omdat het goed gaat in een videogame. Ik bedoel, waar hebben we het over? Maar goed, in ieder geval. Ja, ik ben blij. Ik ben very blij. Onze land value trouwens zit ook echt hoog. Hier, 4, wow! Wat is dat opeens? Wow, wat is alles is opeens blauw. Nou, zoveel meer. Wow. Oh, ik wist dat we hier zo, dat dit enorm groen was. Zeg maar, de kleur groen dat het hier was, dat was ongeveer hier zo. Maar nou is het echt overal gewoon. Nou, daar valt wel mee, maar ik bedoel hier zo. Wow. En hier. Wow. Ik snap wel dat mensen opeens allemaal gaan upgraden. De land value is gewoon overal echt gewoon reet hard omhoog geschoten.
is de hoogste land value die ik ooit gehad heb. Naar mijn weten. Waarom is het hier dan weer lager? Oh, er staat natuurlijk allemaal fire stations en dingen. Crematorium, police station. Wat gaan we hierin kwijt? Huizen. Sure. Hotza. Nou. Ja, we hebben allemaal gaten nu natuurlijk overal, want er waren eerst van die scholen, maar ja, die hebben we nu niet meer nodig. gekkigheid. Dus kijken waar we allemaal gaten dan die we even 1, 2, 3 kunnen fixen. Hier zo. En dan maken we het wel gewoon de kleur wat het eerst was. Of nou ja, de zone die het eigenlijk eerst was. En dan komt het vanzelf wel. Even kijken, hier kunnen we wat commercial bij doen. Zo. En dan eens even kijken. Ik heb geen idee. Nee, het zal wel. Industrie hier is trouwens ook echt een hele slechte locatie. Misschien gaan we die wel weghalen hier. De industrie en hier gewoon mensen van maken en de industrie dan hier naartoe verplaatsen ofzo. Ik bedoel, dit zit ook nog wel vrij erg tegen de rand aan. Misschien moeten we hier wat industrie gaan maken. Zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar goed, in ieder geval, ik wil bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Hele aflevering zonder en dan nou opeens moet ik hoesten. Nou ja, maakt niet uit. Hele goede aflevering achter de rug gehad. Maar goed, nogmaals, ik wil bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer gewoon weer terug bij City Skylines. Later!